af. Dan kunnen we u niet meer traceren, want we zitten nu aan het werk. Ja, dat klopt. Dat komt omdat ik ook gebruik maak van mijn VPN-verbinding. Maar jullie willen weten waar ik nu zit, zodat jullie mij kunnen arresteren. Ja, precies. Oké, maar waarom willen jullie mij arresteren dan? Voor mij heb ik dat net duidelijk gemaakt. Voor wat? Voor een beschuldiging of voor een roddel? Voor afpersen. Oh, voor afpersen. Wie heb ik afgeperst dan? Ja, de familie Ovix. Heb ik hun afgeperst? Hoe kan ik zwervers afpersen eigenlijk? Nou, in principe is het afpersen heel simpel, maar in principe als jij gewoon jouw adres door kan geven... Ja, nee, dat snap ik. Ik wil wel nu mijn adres aan je doorgeven en dan kunnen jullie mij komen arresteren. Alleen ik vraag me af, hoe kun je zeg maar een familie dat geen rode cent te makken heeft en gewoon een uur in de wind stinkt, hoe kun je dat soort mensen afpersen dan? Met wat moeten ze afpersen? Van, hey, ik pers jullie af, ik wil jullie stinklucht of zo? In principe is dat heel makkelijk gezegd, maar in de toekomst met advertenties en nogmaals, producten die fake bedoeld zijn, gaat u wel zien dat je inkomen laag gaat en dat er wel eens een keer iemand langs kan komen die het voor even weer schoon kan slaan. Oh, dat zou ik echt niet prettig vinden als jullie dat zouden doen, maar heb ik nou te maken met de politie of heb ik te maken met de maffia? Eigenlijk niks daarvan. Jullie zijn dus een nieuwe groep die zeg maar niet eigen rechten speelt, maar gewoon... Jullie doen het eigenlijk beter dan de politie, want jullie doen het vuile werk, zeg maar. Ja, ik heb het genoeg gehad. Toch, of niet? Ja, kankflikse zuiver. Want laat ik word af en toe gebeld door een idioot, jongen. Dat is toch niet normaal, man.